In het vorige filmpje heb ik jullie verteld wat er ging veranderen in het pupillenvoetbal. Maar naast het pupillenvoetbal zijn er nog meer veranderingen op een gegeven moment bij de KNVB op komst. Een van de veranderingen daarin is dat we overgaan via een app op de telefoon met je digitaal wedstrijdformulier. Daarnaast hebben we ook dat de competitie anders zal plaatsvinden. We zullen dus later beginnen in het seizoen 2017-2018. En we zullen daarnaast ook langer doorvoetballen in mei. Dat betekent gewoon dat de competitie meer aan wordt gepast op de ouders in combinatie met de kinderen wat betreft de vakanties. Dat houdt natuurlijk ook wel in dat we in de maand mei met goed weer, en dat is heel vaak de wens van heel veel mensen, met goed weer door kunnen spelen. Dat heeft wel weer consequenties voor de verschillende toernooien in de toekomst. Maar ook daar zullen we zoeken weer naar oplossingen om de zaken zo te regelen dat alles gewoon in lengte van jaren door kan lopen. En dat zal dan zonder meer inhouden dat we moeten kijken op een gegeven moment naar ons internationaal e-toernooi. We zullen moeten kijken op een gegeven moment naar het Rieders Michels toernooi. We zullen ook kijken op een gegeven moment of er ruimte is voor de nieuwe selecties. Maar ik twijfel er niet aan, met zo'n grote club als Pik 20 komen we daar zonder meer uit.